Yo mensen, even een korte mededeling. Ik ben per direct gestopt met mijn tweede baan. Want voor degenen die dat filmpje hebben gezien van afgelopen zaterdag, dat ik geen tijd had voor een kookvideo, omdat ik 7 dagen achter elkaar aan het werk was. Ik dacht gisterenochtend, ik denk mensen, dit is compleet gestoord. Ik stop per direct met mijn tweede baan bij Blokker. Daar werkte ik 2 dagen voor Tempo Team. En daarnaast werk ik gewoon 4 dagen bij Monkey Town sinds 1 februari. Gewoon vaste baan met een contract. En ja, ik dacht, wat ben ik mee bezig, man? Ik heb geen tijd voor boodschappen, geen tijd voor sociale contacten, geen tijd voor YouTube. Helemaal nergens tijd voor. Ik ben alleen maar aan het werk. En het begon me gewoon echt op te breken. Dus ik dacht gewoon, ja, doei. Ik ga alleen nog bij Monkey Town werken. En ik ben gewoon 3 dagen per week vrij, zoals het hoort. En meer wil ik ook echt niet werken. Dus ik ben weer helemaal zen aan het worden. Ik ga zo meteen een kookvideo opnemen. Die kookvideo ga ik alleen pas gewoon zaterdag uploaden, zodat ik die heb. Want ik wil donderdag ben ik ook weer vrij. En dan wil ik een andere video opnemen, een Planet Michel video. Dus ik ben helemaal blij en ja, klaar met dat vele werken. Want ik werk om te leven, niet andersom. Dus, en ik wil gelijk even van de gelegenheid gebruik maken. Kijk. Dit soort korte mededelingen vind ik best wel grappig eigenlijk. Ik ben niet echt een vlogger verder, dus ik had bedacht, als ik af en toe iets te melden heb, dan neem ik het gewoon rechtstreeks op met mijn iPhone. Ik load het rechtstreeks up vanaf mijn iPhone naar YouTube en that's it. En ik heb al een nieuwe afspeellijst gemaakt, mini-vlogs. Dus, nou, bedankt voor het kijken. Ik ga de stad in, ik ga even boodschappen doen voor de kookvideo en mijn ouders komen eten, dus dat is ook leuk. En deze komt gewoon zaterdag om 12 uur online. Fijne dag allemaal. Doei!